Ik vraag u, geef u over aan de muziek en zijn verhaal. Wij zijn de Storytellers. Ik ben Dilana Smith en ik woon al een paar jaar hier in Nederland. En eigenlijk ben ik een rockchick. Ik ben Jasper en ik speel piano bij de Storytellers. De titel zegt het al, we zullen het verhaal vertellen ook achter de liedjes. Er zat zo woordenvol muziek. Zo'n van jonge klein publiek maakte blij melancholiek de troubadour. Het beroep van singer-songwriter, troubadour, is al eeuwen en eeuwen oud. En eigenlijk heeft de troubadour eigenlijk als rol gehad altijd om de stem van het volk te zijn. Dus wat onder de mensen, onder de bevolking leeft, in emoties, dat is soms politiek en dat is soms heel gevoelig. Eén lied waar ik vanavond mee kan beginnen. Fragile. Ja, Storytellers verheugt me enorm op. Er zullen hele grote liedjes spelen uit het wereldrepertoire, maar dan een hele kleine versies. Dus heel veel liedjes die heel bombastisch zijn in het origineel. Worden nu eigenlijk een beetje gepeld, net als een sinaasappel. En dan blijft de kern over. In die repertoire zit een hele mooie liedje. En ik heb echt een connectie met dat liedje, omdat ik zelf geboren ben in Zuid-Afrika. En it's really a song about the struggle of apartheid and homosexuality. And it's something that I can really connect with. Break these walls, gonna kick the doors down. I'll never give up on you. De bezetting is vrij klein. We hebben piano, we hebben gitaar, we hebben bas. Ik word eigenlijk best wel uit mijn comfortzone gehaald. Normaal speel ik funk, soul en gospel. En dit is eigenlijk singer-songwriter muziek. Het gaat echt om de teksten. Run too fast, fly too high. Run too fast. Protestsongs. In die tijd gingen mensen nog echt straat op, demonstreren. Vietnam, met kernwapens, noem het maar op. En daar werden door liedjeschrijvers ook liederen bij geschreven, die dan gezongen werden door iedereen. Ja, je moet er naartoe, je moet luisteren, want heel veel verrassingen in de liedjes, maar zeker ook in de verhalen achter de liedjes. Dus komen.